Meneer de voorzitter, meneer minister-president, collega's. Over Vlaanderen in actie is er al veel gepraat. Veel vergaderd, vele zogenaamde workshops gehouden. Kortom, veel geld uitgegeven, maar uiteindelijk allemaal blijkbaar zonder al te veel resultaten. Bijna 3 jaar geleden gaf ik samen met enkele collega's al aan dat dit project op een fout spoor zat. Ik wees toen onder meer op het feit dat de nieuwe voorzitter van Vlaanderen in actie, professor Koen Geens, toen reeds stelde dat het tijd was om voor meer concrete resultaten te zorgen. Die resultaten waren er toen inderdaad niet of nauwelijks. VIA was toen, en vandaag de dag dus zeker, een groots opgevat project gebleken zonder al te veel concrete, tastbare realisaties. Nochtans was het de grote ambitie van de minister-president om tegen 2020 van Vlaanderen, door middel van VIA, een topregio te maken op het gebied van innovatie, logistiek, ondernemerschap, onderwijs en een efficiënte overheid. Dat was toch de bedoeling. In een motie die ik op 20 april 2010 indiende met betrekking tot deze problematiek, riep ik de Vlaamse regering op om niet steeds opnieuw de doelstellingen van Vlaanderen in actie en het Pact 2020 aan te kondigen via mediacampagnes, maar metterdaad werk te maken van de uitvoering van die plannen. Toen vond de minister-president en de meerderheid blijkbaar dat alles op het goede spoor zat en dat er geen vuiltje aan de lucht was. Meneer de minister-president, eindelijk geeft u nu toe dat uw paradepaardje Vlaanderen in actie niet voldoet aan de verwachtingen. U slaat publiekelijk via de pers een mea culpa en u wil het project om van Vlaanderen tegen 2020 een topregio te maken nieuw leven inblazen. Nu, ik wil zo niet zo ver gaan als mevrouw Meuleman in mijn beeldspraak, maar als u dit project nieuw leven wil inblazen, geeft u eigenlijk expliciet toe dat het huidige project op sterven na dood is. We konden het allemaal gisteren letterlijk in de krant lezen en ik citeer de minister-president. We hebben campagne gevoerd om iedereen enthousiast te maken voor VIA. Dat is helaas niet gelukt. Einde citaat. Nochtans, meneer minister-president, heeft u zich nog niet zo lang geleden nogal boos gemaakt toen minister Ingrid Lieten, in een uitgelekte mail dan nog, stelde dat Vlaanderen in actie geen sterk merk was. Naar aanleiding van de commotie rond deze zaak, zo'n 2 jaar geleden ondertussen, gaf ook onze Vlaamse parlementsvoorzitter Jan Peumans aan dat het paradepaardje van Chris Peeters maar slappe kost was. Hij stelde tijdens een interview in de Standaard immers, en ik citeer, de voorzitter zal het mij niet kwalijk nemen, mag ik mijn persoonlijke mening geven? Ik ben eens naar een VIA-workshop over mobiliteit geweest. Dat was het niveau laatste secundair, van een storende middelmatigheid. Ik heb dat ook tegen minister-president Chris Peeters gezegd. Een aantal topmensen uit de logistiek, toch een belangrijk onderdeel van Vlaanderen in actie, waren ook erg kritisch. Einde citaat. En meneer Peumans gooide trouwens nog meer zout in de wonden door te stellen dat hij de indruk had dat het project niet aansloeg, ondanks al het geld dat er tegenaan werd gegooid. En er is inderdaad heel wat geld tegenaan gegooid. Als je ziet dat de voorjaarscampagne 2010 voor Vlaanderen in actie in de media in totaal zo'n 1,4 miljoen euro heeft gekost, dan vraag je je toch af of dergelijke bedragen niet beter kunnen worden gespendeerd in deze crisistijden. Vooral dan als je naar de resultaten kijkt. Toen ik u in 2010 reeds voorhield dat de lopende mediacampagne een publiciteitsstunt was, lachte u deze kritiek weg door te stellen dat de VIA-website al meer dan 25.000 bezoekers had gehad. U benadrukte toen dat de ambitie van de Vlaming, die het lange termijn project mee moest waarmaken, blijvend moest worden aangewakkerd en dat er nog campagnes zouden volgen. Maar de resultaten van alle mediacampagnes blijken maar magere beestjes te zijn. Als je ziet dat de website tussen de 6.000 en 7.000 unieke bezoekers per maand krijgen, ondanks massale campagnes, dan is dit teleurstellend te noemen. In december 2011 had de Facebookpagina van VIA 750 fans. Ik ben vandaag, een dik jaar verder, nog eens gaan kijken. De teller staat nu op 895 fans. 140 extra fans op 15 maanden tijd dus. Dan doet de VIA toch beter op Twitter als je ziet dat ze daar 2.800 volgers hebben. Vandaag de dag bleek de minister-president nog de enige te zijn die mordicus in het project Vlaanderen in actie bleef geloven. Tot maandag blijkbaar. Uw coalitiepartners en wellicht verschillende ministers in uw eigen partij lijken allang te hebben afgehaakt. Niet dat ik mij daar echt vrolijk over maak, daarvoor is de situatie in Vlaanderen te precair. Het mislukken van VIA is immers niet alleen slecht nieuws voor de Vlaamse regering, maar eigenlijk ook voor alle Vlaamse burgers en bedrijven. VIA zou een belangrijk onderdeel moeten zijn van het relancebeleid van Vlaanderen,
maar scoorde ieder jaar opnieuw ondermaats. Dat is iets waar we ons inderdaad zorgen over moeten maken. Maar telkens ik me in het verleden samen met andere collega's bezorgd maakte over de algemene situatie in Vlaanderen, kwam de minister-president aandraven met 3 magische woorden. Vlaanderen in actie. Dat was het dan. Nu moet de minister-president met schaamrood op de wangen bekennen dat Vlaanderen in actie inderdaad geen sterk merk is. Het zal minister Ingrid Liete ongetwijfeld wat binnenpretjes bezorgen. Nu wil de minister-president een nieuw initiatief nemen om het oude te doen vergeten. U leert blijkbaar niet uit uw fouten, meneer minister-president. En ik had tenslotte graag geweten hoe de minister-president hier te werk wil gaan. En vooral waarom het zo lang heeft geduurd, vooraleer de minister-president tot de vaststelling kwam dat hij gefaald had in zijn VIA-project. Dank u. Mevrouw Moerman.